wordt, want het waait heel hard en het hagelde net. Dus dat moet ik maar even zien. Mijn broer die komt straks, die vindt het altijd even leuk om te helpen. Onheilspellend, maar goed, het is maar een klein stukje varen, een uurtje of zo. Het wacht dus nu op mijn broer. We would only hold on to let go. Blow a kiss, fire a gun. All we need is someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun. All we need is someone to lean on. We zijn los. Varen. Ging allemaal goed, want het is een hele krap plekje hier. Maar het regent een beetje zo nu en dan, maar het waait hard. Dus dat is even nou wachten hoe het gaat straks in de sluis. Maar de brug is net open trouwens. Van het weekend de boot overgebracht en ik ben heel blij dat dat goed gegaan is. Ja, het waaide best wel hard en dan kan het soms toch wat gek gaan in zo'n sluis. Met de eerste keer weer na zo'n hele winter. Dan moet alles weer even wennen, moet je weer even op alles reageren, maar het ging goed. Mijn broer die heeft geholpen, dus ging buiten verwachting ging het hartstikke goed. Want het was het weer... was niet om over naar huis te schrijven, maar ook niet bagger slecht. Dus het was goed gegaan. Een kwartier extra reistijd. Zo. Een dikke bui op mijn kop gehad. Nou is het weer even droog.
Het is best wel koud. Ik heb hele koude handen. Handschoenen kunnen haast wel aan. Maar goed. Het is te doen. Ik heb zo'n hond die alleen maar loopt te snuffelen. Ik moet over een half uurtje wel weg. Gisteren zag ik een video van een hele jonge YouTuber. En die had het erover dat het moment mode is om naar YouTube filmpjes te kijken van mensen die zitten te eten. En dat duurt dan wel 10 minuten lang. Dat je gaat zitten kijken hoe iemand een McDonald's maaltijd naar binnen werkt of zo. Welkom bij een nieuwe eating show. Vandaag ga ik sushi eten. In mijn vorige en mijn allereerste mukbang video ging ik pizza eten en potato wedges. Dat was... We gaan even met de hond lopen. En wie zit er achter mijn stuur van mijn auto? Niet jij. Miepje. Ik heb Miepje van de trein gehaald. En dan gaan we even naar de potten toe met de hond. Oh, zijn we alweer rijden? Ach ja. En Romke is er ook. Prachtig. Zo, Celine wordt naar huis gebracht door Chris. Hi! Hi kind! Ben je blij? Ja? Hoi! Ben je ook brokjes? Is dat brokje tijd? Ja! Goedemiddag. Het is woensdag en ik had alweer even gewerkt. En ik zit nou een eitje te eten. En dat doet me in één keer denken aan wat ik gisteren hoorde op een videofilmpje van zo'n YouTuber. Ik ben verslaafd of geobsedeerd door mukbang video's. Mukbang. Mukbang is dus als mensen eetvideo's maken. Dus dat ze 's morgens als ontbijt een hele lading McDonald's eten naar binnen werken. Of wat dan ook. In de goeigheid, wat is er interessant aan om iemand te zien eten? Ja, ik zit nou mijn eitje te eten. Dus dit is dan waarschijnlijk ook mukbang dan. Nou, bij deze dan. Mukbang. Hij is zacht, maar ook een beetje zalvig. Een beetje zacht en een beetje aan de buitenkant is het geel een beetje hard. Een beetje zalvig, crème. Hoe heb ik het liefst? Zonder zout. Echt een lekker eitje dit. Ja, je kan van genieten. Zo lekker. Ik ben nu trouwens aan het filmen met een officiële camera. Celine had nog een camera, waar dus ook wel mee gevlogd wordt. Dus, dat ben ik even aan het uitproberen. Maar het is even uitvogelen hoe alles werkt. En ik leen hem van haar. Kijken of dat wat voor mij is in plaats van die mobiel. Alleen met zo'n mobiel loop je toch makkelijker over straat te filmen. Met zo'n ding, dan val je wel op. Dan ben je gelijk zo'n vlogger. Goed, dit was het einde van mijn mukbang video. Zo, ik heb gisteren een nieuwe stofzuiger besteld. En dan zit ik nou op te wachten. En ik moet eigenlijk de deur uit, want ik moet een paar boodschapjes halen. En ik moet een bloemetje halen, want dan moet ik vanavond op verjaardagsvisite. Met mijn zwager en schoonzusje. Maar ik zit toch echt op die stofzuiger te wachten. Ik heb expres ook een beetje vuil gelaten. En dan kan ik gelijk aan de slag met dat ding. Want die oude, dat is echt een verschrikking. Daar word je gewoon nerveus van als je daarmee aan het stofzuigen bent. Je hebt het idee dat je hele vloer kapot geschraapt wordt. En hij maakt zo'n verschrikkelijke herrie. Oh. Nee, ik ben nog altijd best.
Nou, we zullen de schaal in een tronje leggen. Zo van ik. Goedemiddag. Het is donderdag. Het is Koningsdag. En wij gaan even naar mijn moeder toe. Ik loop die kant vast weer op. Dan kunnen we van het weekend met de boot weg. Christy heeft zijn teen weer bezeerd. Hij heeft weer iets geks gedaan. Dus maar even zien wat het wordt van het weekend. En ik heb weekend. Ik rijd nu weg van mijn werk. Dan gaan we morgen lekker naar de boot. Zien hoe het gaat met Chris' teen dan. We gaan er sowieso heen. Bijgenomen, want we zijn al vanaf kerst bezig om een vrije dag te krijgen. Dat lukt maar steeds niet door de werkzaamheden. God, ik heb honger, ik had ervan moeten eten. Dan hoop ik dat het weer een beetje lekker is. Want we zijn al best wel laat. Ja, dan is het ook steeds natuurlijk hartstikke koud geweest. En dan wil je er 's nachts ook niet wezen. Ik moet nou echt alles meenemen, de spullen voor het slapen. Eerst even naar de supermarkt. Even dingetjes halen. Eerst een broodje eten nog. Ik heb honger. Ze maken er even een mukbang video van. Ik mag niet met volle mond praten. Dat doe ik nou wel. Kan ook niet anders. Lekker brood is dit trouwens. Zo, de buit is binnen. Ik ga het weekend inluiden en ik ga de vlog afsluiten. Ik bedank iedereen voor het kijken. Heel fijn weekend. Stik een duimpje omhoog als je het leuk vond en abonneer je op mijn kanaal. En dat is gratis. Dan blijf je op de hoogte van als ik weer een nieuwe video uitbreng. Fijn weekend allemaal. Doei doei!